Ja, we hebben natuurlijk een grote verordeningen dit jaar, hè, om het scootje zelf. We hebben net verordeningen onder bemanning en zo, we hebben net volle verordeningen. Maar we willen het skip zelf. En dat is natuurlijk eerst al even ziekje werden om het goed aan de praat te krijgen. Maar wel een bewuste keuze, hè. Het scootje weer onderhoud daar. Dus we hebben het op naar stralen litten. Nou, naar stralen is dat ik het alle plamuur erhouden. Dus heb ik zo, en dan hebben we dat stikje. Verlenging, wat we dan een mooie hebben, dat erbij doen. En de verlenging van 12 hele meter in jongetje en zo'n jongetje, wie ik net zag. Mooi ziet dat ertussen. Dus we hebben nog 260 hebben we tussen. 1250 ruten, 260 we tussen. En dan zitten we in de maximale lengte, zitten we nog. Ja. Ik zeg niet alleen, maar ben ik toen weg. Raak eens zicht dat een scootje dwars erin is. Ja, dat is, ik heb dus al vaker gezien, 20 jaar geleden, ik was jongen. Maar dat ze dan de flex reset, dat is inderdaad wel raak eens zicht. Ja, dat ik stik hoor, ik kom het wel even kleren. Maar nee, helemaal goed. Dat is weer mooi op Nijstraal. Ja, daar komen we naar Nijstraal. Fuck, alles is vanuit. Ja, nou ja, dat is dan niet. Nijstraal hebben we wel een goede afspraak met Molenaar. Maar als dan ding straal is, dan komt er helemaal plamuur. Er zit 1200 liter plamuur naai op. 1200 liter en een hartstikke duur spul. Dat maakt het wel duur aan ingreep. Maar we hebben er nooit 24, 30 jaar bij de vrouw. Ja. Dat scootje is heel goed kleren voor de komende 24, 30 jaar. Dus, Heb je er een soort onderhoudsplanning van? Nee. We hebben gewoon, er zit die materiaal bij zakgoed. Die plamuur en dat soort, en die lagen daaromheen. Daar hoest eigenlijk heel weinig goed te doen de komende jaren. Dat gewoon een beetje verder en een beetje onderhouden. Komen er een soort subsidies binnen waar je de kosten binnen enorm voor ze kunnen nemen? Ja, dat begrutte inderdaad al op 60.000 euro. En we hebben ooit van begin al zelf, maar van begin al proberen om de helft, we hebben zelf een reserve, de helft zelf uit onze eigen middelen te betalen en de helft uit subsidies. En dat is ik slagen. Dus we hebben de helft gewoon uit subsidiepad gekregen. Ja. Ja. Ja, nog een week, hè? Begint de spanning al? Heb je de speech al klaar? Nee, de speech heb ik nog net klaar. Nee. Maar dan steek ik op dit plak, steek wat heger, in de tinten. En wel hartstikke volle zenuwen weer. En zeker die weekend daar, dan komen al die zielen, die komen hierin, al die scootjesielen zijn daar praten. En, ja, daar geniet ik echt van. Dat vind ik hartstikke mooi. We hebben er zenuwen en het scootje. En vorige keer is nooit een keer mijn shield, nooit een mooi. En toen ronde ik wel echt goed, vind ik. Dus heb ik wel vertrouwen in dat we zeker weer mooi doen. Het scootje.